Als je daar nou zit, hè, Tiffany, kijk je er dan echt naar uit om hier te staan? Of vind je het toch nog eng? Ik kijk er echt hartstikke naar uit. Ik vind het echt zo vet. Maar omdat je moet wachten, zeg maar, dan heb je zoiets van... Oh, ik wil nu gewoon, weet je wel. Maar je moet toch wachten. Ja, maar nu mocht je. Ja, lekker. Lekker. Journey, hoe vond je dat het ging? Ik vind haar zo te leuk. Ik zat te kijken naar de panty. Die kan zelfs strepen over dwars kan ze hebben. Lijkt ik een beetje groter volgens mij als ik ze dwars heb. Nou, heel goed. Ik vind dat je vanavond weer hebt laten zien dat je thuis bent op een bühne. De manier waarop je beweegt en op en neer springt getuigt van een grote overbrenging van energie. Mag ik iets zeggen tussendoor? Ja. Mijn haar bleef in mijn lip los hangen, dus dat was weer wel een nadeel. Nou, en jouw voordeel is dat ik dat dan lekker niet heb gezien. Nee, ik niet gezien. Hou je mond maar, schatje. Ja. Gelukkig. Nee, je bent uitstekend in je bewegingen. Zie ik, hoeft geen verbetering, vind ik oké. Hier en daar een beetje vals bij die inzet. Maar verder prima. Nou, dat is mooi. Hè? Mooi commentaar. Erik. Ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik ben het eigenlijk helemaal niet mee eens. Ik vind dat jij nummers uitkiest die allemaal keer na keer niet bij je passen. Hot Legs, Dance Little Sister en deze ook. Dat zijn melodieën die een zekere stoerheid in zich hebben. Die jij wel graag wil hebben. Dat snap ik ook. Het is ook heel cool om dat te zingen als je thuis bent of als je ergens in een kamer alleen bent. Maar hier op zo'n podium heb je iemand nodig die echt power heeft. En die power heb je niet. Je hebt wel andere power. Namelijk dat half Nederland verliefd op je kan worden. Dus maar dan moet je ander repertoire gaan zingen. Ik vind Olly niet zo leuk, hè? Nou ja, dan heeft Olly pech gehad. Nee, maar... Trouwens, wie is Olly? Niet zo hard liggen. Nee, grapje. Nee. Nee. Nou, daar weten ze nog heel goed wie Olly is. Ken jij ontzettend gemeen. Geboren met het allerbeste. Maar... John, ja. Maar, dus eigenlijk... Eigenlijk ben ik nog steeds fan van haar, maar ze moet volgens mij net wat minder stoer en net iets liever qua liedjeskeuze. Kun je een voorbeeld geven van een nummer wat je liedjes haar zou van laten een meidengroep, juist wel, maar die kan je ook in je eentje zingen. Maakt helemaal niet uit. Liedjes van een meidengroep. Ja, My Little leuke Pony. Leuke popliedjes, simpel. My Little Pony. Zo niet. Ja, dat zijn zo dingen.